Veldhof van Kaliber Kunstenschool. Wat gebeurt hier in de bibliotheek? Nou, vanmiddag is er een pianofestival waarbij eigenlijk wel 24 verschillende amateurs gaan spelen. En u hoort hier op de achtergrond de allerlaatste van dit hele rij. En de meeste kunstpianisten zijn leerlingen van Kaliber Kunstenschool. Ja. Hoeveel docenten? 4 verschillende docenten hebben hier aan meegewerkt. En 24 leerlingen, hoe oud zijn die leerlingen? Nou, de jongste was 8 en de oudste was 70, denk ik, 72, weet ik niet. Ja. En dit is een samenwerking eigenlijk, hè, tussen de Kaliber Kunstschool en wie nog meer? De bibliotheek, waar u het opnaam neemt. Ja. Nou, hoe hebben de meesten het ervaren, voor zover u weet? Ik krijg uitsluitend enthousiaste reacties. En dat is heel mooi. En mensen die spelen, die vinden het helemaal fantastisch om zo'n mooie vleugel te mogen spelen. Thalissa Jacht, je mocht hier spelen. Speel je al lang? Nou, ik speel al sinds ik 6 jaar oud ben, dus dat is bijna 12 jaar nu. Ja. En waar heb je les? Ik heb les bij Kaliber Kunstenschool. Ja. Mijn docent is meneer Han Kooltof. Ja. En wat heb je nu hier gespeeld? Nou, ik heb net 3 stukken gespeeld, waarvan 1 is een nocturne van Edvard Grieg. De ander is een premier arabesque van Claude Debussy. En het laatste is een eigen stuk, nog zonder titel. Maar daar ben ik nu een beetje mee bezig. Je hebt wat met muziek? Ja, ik wilde later graag een toekomst mee hebben. Niet zozeer pianist, maar componist. En dan ga ik piano dus daarbij gebruiken, om eigen stukken te maken. En waar ga je nu naartoe? Welke school? Ik ga nu naar het Nordic, van Nordicslaan. En dan wil ik graag later naar het Artus toe. Hoe heb je dat ervaren om hier te spelen in de bibliotheek? Ik was wel zenuwachtig, maar ik ben altijd zenuwachtig als het publiek is. Maar ik heb gelukkig ook wel vaker op deze piano gespeeld. Dus het ging goed op zich. Ja. Nou, het is je wel bevallen? Ja, dat wel. Dankjewel hoor. Nou, alsjeblieft.